Yo mensen, welkom bij een nieuwe video van Digitoris. Nee, van Sander op Digitoris van GTA San Andreas. Wacht, ik moet... Even opnieuw. Welkom bij een nieuwe video van GTA San Andreas op Digitoris. Kijk, van mij, van Sander. Zullen we stoppen? Oké. Tangling up turf. Nou, de vorige keer zag je dus hoe wij begonnen, hoe wij hier aankwamen, hoe wij zijn broer weer ontmoeten. Maar eerst die dikzak, Big Smoke, Witte Sweet. Come on, man. Give me we gotta go hit up the hood. Hey, CJ. Let them know you back on the set. The Johnson brothers are rolling again. Je moet ze laten merken dat je terug bent. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back. Over een tijdje sprayen we de hele wijk vol. En we hebben de hele wijk weer terug. Hey, nah, thought you hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on. It's been difficult. You want to drive? Nee. Yeah, for sure. Oh. Okay, shit. The timer. Fuck. Fuck. Wacht, heel even. 2 seconden. Ah, daar ben ik weer. Sorry, ik moet heel even de timer starten, hoor. Sorry. Oh, kut. Oh, pardon. Ah, we waren toch nog niet zo heel lang bezig. Oh, heel even over dit. Zo, user track player. Hier. Dit. Daar kun jij je leukste liedjes opsturen. De liedjes die jij het leukst vindt. Vergeet dat alsjeblieft niet te doen. Mail heel even naar digitalgta@hotmail.nl. Ja? Oké. Nou, dan gaan we hier eens even lekker sprayen. Wat voor those ropes. Oh shit, sorry, ik heb het overgeslagen, maar ja, hij spoot alleen dat ding. Oké. Oh shit, mag dat niet? Oh, dat wist ik niet. Politie, die kan er toch niet overheen. Daar zijn ze niet voor getraind. Ze zijn alleen maar getraind om donuts te eten. En ik heb een wapen, hè? Dus uitkijken jij. Wow, hij gaat ook gewoon terugschieten. Wow, dan moet hij hier weg. Hey. Bere. Sorry. Oké, oh. Kijk, de vorige keer hadden we een tattoo gehaald. En vandaag gaan we wat anders doen. En dat hou ik nog heel even geheim. Want elke aflevering wil ik iets extra's doen. Dat kan bijvoorbeeld zijn een tattoo halen. Nou, vandaag is dat weer wat anders. Sorry dat ik heel even steeds stop, maar dan zat heel even... Nou, laat ik maar. Misschien willen jullie... Jullie willen het waarschijnlijk niet eens weten wat er aan de hand was. Hoe dan ook. Dus dat kunnen we doen. Vorige keer trouwens. Is weer politie achter me. Derde keer al, hè? Zo. Oh, hij stapte wel heel professioneel af. Oh, nee, waar is mijn spuitbus? Nou. Vorige keer had ik een auditievideo en toen ging ik gewoon door. Wat ik best wel apart vond, want ik had echt verwacht dat niet... Nou ja, ergens had ik ook wel verwacht, maar ik dacht... Oh, weer politie. Maar ik vond hem saai. Ik vond die vorige aflevering vond ik echt saai. En dat kwam omdat ik... Vorige keer was het al best wel laat. En dus... Ja, nu 8 uur 's avonds. Dus het is nog niet vroeg. Wow. Maar het is al wel weer wat vroeger. En ik ben wat... Ja, hoe noem je dat? Ja, ik weet niet. Ik praat wat meer met emotie of zo. Of niet minder monotoon. Dat is stereotoon. Nee, ik weet het niet. Oké, laten we heel even hier overheen gaan. En dan laatste spuitbus. Zo. Hoppatee. Oh, fout. Oké, naar boven. En hierboven zit hij. En dan komt hij daarna aan. Quick, Carl, quick, get in. De politie hier is trouwens echt niet slim. GTA is echt het enige spel waarbij je aan de... Kijk hè, in één keer... Nee, wacht. In één keer zit hij aan de andere kant. Geniaal. We hebben geen bumper meer. Wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan, sweet? Wow, politie.
Go back to Sweet's house. Ik wilde zeggen, ik dacht dat het mijn huis was, maar wij hebben natuurlijk dat andere huis, dat veel grotere huis. Ja, damn! Dat zei hij wel grappig. Sorry. Bring the action. Yeah, it all comes back. How you doing on the fed? I'm kind of shocked, you know. Crash ja, took all my paper, man. Left me with number small change. Here, get yourself a beer or something. Ja, ik ga even een biertje halen. I'll catch up with you. Good. Cleaning the hood. Keep it real, man. Man, nobody give a shit about the hood. I do. All they do is sell gay and ruin the place. No crack ever made a gang. Ze me overslaan of niet? What's up, y'all? Ik weet niet, maar dit kost best wel veel tijd steeds. Laat heel even in de reacties weten of jullie dit soort tussenstukjes de hele tijd willen zien. Of dat we moeten overslaan, want... Zet daar even een reactie, okay? Want ik ben gewoon benieuwd. Want we nemen best wel veel tijd in beslag. Ik bedoel, dan kunnen we misschien nog wel een missie op een dag doen. Of nog langer leuke dingen doen. Want ik moet best wel haasten om het laatste dingetje steeds te doen. Misschien moeten we dat wel weggaan later. Man, they're slang to their own mama. They don't care about yeah, mama. Okay. We need some backup. You seen Beat Up? Beat Up? He's Beat Up. But him and the homeboy Bear, they good to have on our side. Oh, Big Bear? Yeah, them bass slangers gonna be sorry now. Okay, nou dan gaan we. Ze hadden ook al Devil and Little Devil en Big Devil. Ze hebben ook al Bear en Big Bear. Even weer terug naar de verplichte radiozender. Ja, van dit nummer word ik eigenlijk een beetje gek. Maar ja. Nee. Als jullie hier trouwens ook gek van worden, moeten jullie wel even de leuke muziek opsturen. Want dit, ja. Is helemaal niks. Oh, sorry, ik sloeg een stukje over. Nou, het was een stukje waarin ze bij iemand aanklopten, maar hij was er niet. Of zo. Of nou, hij was er wel, maar hij deed niet open. Nee, hij deed ook wel open, maar hij stuurde ze daarna weer uit het huis. En Big Bear, het is nu een hele oude man. En die wordt daar nu als slaafje gebruikt. En dan zeggen ze, Big Bear, wat is er van jou geworden? Ja, dat zijn drugsdealers. En die drugsdealer, wow. Hé, hey, jongens, ik kan geen mensen doodmaken als daar hier op politie staat. Dus beter lopen. Nou, dood jij. Hoppa, we hebben een scheppen. Ja, hebben we de vorige aflevering gehaald. Oh, sorry. Man, I know this cat. He a punk. He used to run with a front yard baller OG from Idlewood. I know his place. It's just across the tracks there. Let's check it out. Hey, ain't that front yard turf? Man, are you a buster? Nah, I'm down, homie. Hey, okay. Grab hold of that bat over there. Ja, is goed. Moeten we daarheen. Dit is de dealer place. En dan raad ik aan voor... Ja, schiet dan op. Ja, waarom sta je dan stil? Komt er nu een trein aan of zo? Loop door. Kom. Oh, schiet op. Everybody in the hood know ballers are pussies. Oh, hebben we hem ook nog? Misschien... Oké, wacht, ik ga er gewoon alvast in staan als het goed is. Man, you can smell a crack den a mile away. Yeah, let's shoot you and introduce ourselves. Deuce ourselves. Kijk op de achtergrond. Kijk niet op de achtergrond. Fuck them Grove Street fools. We laten ze dat niet doen. Bam. 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 Ik kan trouwens ook gewoon een pistool pakken. Maar dat vind ik zonde, want ik denk dat we die later nog nodig hebben. Auw. Auw. Shit, ik ga dood. Ga heel even... Auw. Zijn we klaar? Zitten er nog meer of niet? Nee. Even het huis verkennen. Allemaal van die, hoe heet het ook weer? Ballas. Allemaal van die ballas, mensen. Kan deze ook open?
Je bent dood. Kan je ook nog doden maken? Nog? Nou, maakt het. Oké. Moeten we weer terug naar huis? We gaan even een auto pakken, want dit duurt lang. We pakken gewoon een politiehelikopter. Ja, deze auto is echt mooi. Kijk dan. Prachtig. Get on the... Lijkt het zijn. Deze. Nee, daar is onze auto. Euphoria. Nee, heb ik eigenlijk ook helemaal geen zin in. We moeten heel even... Nou, eigenlijk is het de verplichte radio. We moeten hem aan hebben. Geniaal. Maybe these fools should be up for some real bang. Kijk hoe hij staat. Hij staat daar gewoon als zo'n Engelse soldaat. Zo'n... Ja. Drive-thru is het als het goed is, ja. Dit is de laatste missie die we gaan doen. En ik zie eigenlijk dat we verdacht veel tijd overhouden. What I'm saying is, speak up, nigga. I'm hungry. We hebben echt verdacht veel tijd over. We hebben echt heel veel tijd over. We zijn nu pas op 10 minuten. Ik had verwacht dat deze aflevering circa 19 minuten zou duren. Nou, dat kan ook nog wel. We moeten nog twee dingen doen. Oh, wacht. Ik wil eigenlijk ook even een wapen als het goed is. Sorry dat ik... Oh, nee. Oh, ik heb even levens nodig. Dat is echt niet goed voor me. Dit is wel de eerste missie waarbij we echt moeten schieten en zo. Uh-oh, wat doe ik allemaal? Ga erop. Laat ik maar, het heeft ook geen zin. Ga er gewoon op. Ja. En dan moet ik daar op dat dakje. Hier. Ja. En hier. En tata. 50 kogels maar. Nog minder levens. Oké, hier gaan we. Er is één plekje waarin we best wel hard laggen. Dat is hier ongeveer. Hier. Oh nee. Let op. We krijgen straks een zakje. Dit is de clucking bell, hè? Dat weten jullie. Dit is de clucking bell, kijk maar. En we krijgen straks een zakje van de burger shop. Hey, I'll take a number 9. Fat boy. Give me a number 9 just like his. Let me get a number 6 with extra dip. I'll have 2 number 9s. A number 9 large. A number 6 with extra dip. A number 7. 2 number 45s. One with cheese. And a large soap. Okay. Kom eraan, meneer. Hey, sorry, bro. You know I gotta know about mine. I know, CJ, I know. I'm just trying not to think about it, so. I mean, I didn't even know she was hit until it was all over. Yeah, right. Let's eat. Het is een zakje van een burger shop, toch? Of niet? Dat dacht ik. Hey, don't we got beef around here? We've been getting into dacht dat je dat ergens kon zien. I can't stand cold food. Unlike you, I ain't never ate from a trash can. Oh, shit. Ja, een burger shop staat erop, toch? Of niet? Hey, look! Hey, Trey scoping us out. Damn, Ryder, you are jinx. Shit, the motherfucker is in the hood. Auto zonder bestuurder. Shooten. Politie. We gaan helemaal niet goed. Stay shooting. Ja, zo gaan we goed. Kom op, blijf schieten dan. Schiet! Schiet! Damn! Dit is wel een hard mission, hoor. Schiet! Situation.
my soda. It's all over the fucking floor. Speed it up a little, will you? Suck it up once more. Uh-oh. Keep your eyes on the baller car. Go to Sweet's house. Here we go, here we go. That was some serious shit too, yeah, right. Dat was wel even spannend, hè? De politie zit ook nog steeds achter ons aan. Hé, hey, waarom hebben we niet de verplichte radio's aan de raam? Oh, hij heeft Ryder's food opgegeten. Y'all coming in for a beer? Nah, baby. I need to get back to the crib. CJ, oh. Give me a ride? Nee. Alright, Smoke, let's go. Damn. Later. Moeten hem nu naar huis toe rijden. Dan zal even vet balen. Wow, hij had een goed wapen. Shit. Man, if you can eat your food while everybody else is losing theirs. Nou, we gaan nu een beetje Smoke ondervragen. Dit is wel een belangrijk stukje. Waarom heb je niet geschoten, Smoke? En waarom ben je uit de Grove Street verhuisd? Ik had wat... Nou, ik had wat geld van mijn oom gekregen en toen ben ik ergens anders gegaan. Maar de Grove Street blijft voor altijd in mijn hart. Dat blijkt ook wel. Want hij gaat ons natuurlijk samen met Ryder en Sweet helpen de daders van de daders te vinden die zijn moeder heeft vermoord. Smokey smoke on smoke. Later. Hallo, what the heck? En wat denkt deze gozer? Sorry, oh, wow, hij gaat best wel snel. Als het goed is, krijg ik hier zo'n gymzaal. Dus ik ga weer... Oh, hey, what the heck, man, keurt deze mensen? Het zat er ook iemand achter me aan. Ik... Top. Carl, it's Officer Hernandez. Oh nee. Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just a bitch. You watch your tongue, boy. Now listen. Ik heb even levens nodig. From Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? Hoe krijgen we levens? Whatever you say, bitch. Als je het spel opslaat, toch? Zat hier zo nou? Ja, kijk, dan moeten we pakken. Zeven van 100. Nou, we zijn klaar met de missies voor vandaag. Dan gaan we heel even gewoon wat rondlopen en proberen wat levens. Hey, CJ, it's sweet. Hey, what's up? If you don't respect your body, ain't nobody gonna respect you. Ain't nobody. You need to pack on some muscle. If I wanted nagging, boy, I'd clockwork wife. Just look it out for you, homie. Ooh, I have to mess. Respect, you know. Yeah, I guess. There's a gym I go to a couple blocks out from the Grove. Go check it out, get yourself a gangster physique. I'll scope it out. Later, man. Yeah, the gym. Daar gaan we nu heen. Dumbbell. Oh, dat is zeker een... Nou ja. Waar is die man? Nee, ik wilde dus een mes pakken. Nou, maakt niet uit. Oké, we gaan nu even naar de sportschool. Shit. We gaan naar de sportschool. Om heel even wat muscles te krijgen. Hier. Return. 40 lops. Here we go. Oh, dat is wel wat zwaar voor hem. Twee, we gaan tot wat zullen we gaan? Hallo, gast. Tot 20. We zijn nu al wel opeens best wel ver. We zijn nu al op 18 minuten. Body muscle, apart. Als ik mijn armspieren train. Nou ja, aan de andere kant, je hebt het ook wel een beetje nodig natuurlijk aan je buikspieren.
Ik heb een idee, we kunnen ook gewoon wat rondrijden eigenlijk, want dit is best wel... Hoppa. Als hij op de 20 is, stoppen we... Kom op! Kom op, Carl! Oh, het is een soort batterijtje. Dat krijg je bij al je skills. Krijg je een soort van batterijtje met wat je traint. En dat krijg je er dan bij. Ja, dat is heel zwaar. Ja, show je even lekker spieren. Dit is voor stamina. Space Rapini. Oké. Okay. Oh, je kan dus ook je... Oké, dat heb ik nooit geweten. Nou, hup, ga. Oh, we gaan best wel snel. Level 4. Level 5. Ik zie die band niet eens bewegen, eerlijk gezegd. Oh! Holy shit! Holy shit! Ik moet sneller. Oh nee. Even ietsje langer aan, anders dan... We hebben te weinig power. Ze wil op z'n alles naar... Oh nee. Nou, je zag net ook al stamina is ook een beetje omhoog gegaan. We zitten trouwens op 20 minuten. Dus dit was het. Oh, dit vond ik wel een mooie auto. Het is wel voor de auto die we voor te gaan gebruiken voor alles gewoon. Dus onze Grove gang auto. We hebben trouwens $500. Zullen we heel snel een haircut laten zetten? Zullen we doen? Cornrow? Oké. Beetje agressief verkeer hier. Moeten we wel heel snel gaan. Want we zijn echt al wel weer over tijd, laat maar zeggen. Dus, moet even snel. Hier. Ja, denk je, son? Cornrow. Dat is toch... Ik vind hem wel vet. Toch? Dit is wel... Even die stomme snor weg. Zijn haar is ook mooi. Alweer? Moest de vorige keer ook al doen van je. Sukkel. Oké. Okay. Nou, dan gaan we nu even snel weer terug naar huis. Oké, nou, laat een reactie achter met of jij die kleine stukjes verhaallijn tussen de missies door nog wil houden of niet. Laat gelijk even een reactie achter met welke liedjes jij nog op deze radio wil hebben. In plaats van Diamonds wil jij misschien wel... Hardcore Like a Boss. Of zo. Ik weet niet of dat nummer is, maar misschien wel. En laat ook meteen heel even een mailtje achter. Met een leuk audiofragmentje die door jou is ingesproken. Bijvoorbeeld abonneer op mijn kanaal. La 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 la. Je mag je hele stem helemaal vervormen. Als we je maar goed horen. En ik zie jullie de volgende keer weer. Bij een nieuwe aflevering van GTA San Andreas. Dus dan zie ik jullie dan. Tot dan. En dus tot de volgende keer. Later.